Binnen de jeugdraad Suriname is naar zeggen van een der leden, CJ Wiebers, sprake van mogelijke politieke beïnvloeding in het orgaan. De jeugdraad, die eerder het jeugdparlement heette, moet vrij zijn van politieke invloeden. Volgens Wiebers was daar echter geen sprake van afgelopen donderdag voor de verkiezing van het officiële bestuur van het jongerenorgaan. Het jeugdraadslid staalt zijn stelling naar aanleiding van vermeende onderlinge privégesprekken tussen een regeringsfunctionaris en jeugdraadleden. AWJ-minister Stephen McAndrew weerspreekt deze stelling en zegt dat er geen enkele vorm van verificatie is geweest over de informatie die het lid heeft gedeeld. Dat onnodig de naam van een regeringsfunctionaris door het slijk wordt gehaald, is in geen enkel opzicht goed te praten, meent McAndrew. Er is geen enkel bewijs dat zaken zouden hebben plaatsgevonden. Dus ik vind het toch wel een heel kwalijke zaak dat een persoonlijk gesprek tussen twee personen als waarheid wordt aangenomen en vervolgens wordt gepost op Facebook. Er is weinig tot geen ruimte voor politieke bemoeienis. De leden van de jeugdraad zijn gekozen middels democratische verkiezingen, welke eerder dit jaar online hebben plaatsgevonden. Verder zijn de voorzitter, ondervoorzitter en plaatsvervangend ondervoorzitter gekozen door leden van de jeugdraad. Wiebers meent dat er conform het orde reglement van de jeugdraad een commissie zou moeten worden ingesteld om dit te onderzoeken. Het valt volgens het lid zeer te betreuren dat de jeugdraad in haar vroege stadium geconfronteerd wordt met situaties die schadelijk kunnen zijn voor het imago. Ik sta nog steeds open voor een samenwerking met het bestuur en met de jeugdraad samen. Niet omdat ik mijn functie, mijn ambt als fungerend voorzitter heb neergelegd, wil zeggen dat ik uit de jeugdraad stap. Nee, ik ben nog steeds in de jeugdraad. Ik ben die 799 kinderen die op me gestemd hebben wat schuldig. Dus ik doe het voor jullie. Ik doe het niet voor iPhone, ik doe het niet voor iPad, ik doe het niet voor een auto. Maar ik doe het echt voor een verandering. Ik wil de jeugdraadleden vragen om concreet. Zeg gewoon hoe die dingen zijn. En laat Suriname zien waarmee ze bezig zijn. Voort stelde Wiebers dat ondanks de voorgedane situatie het werk dat de jeugdraad beoogt te doen verder zal moeten gaan. De bewindsman is van mening dat er bij de volgende vergadering van de raad goede afspraken moeten worden gemaakt hoe om te gaan met zulke situaties en mogelijke herhalingen te voorkomen.